Business opportunities or benefits in the context of the Electricity Law and Energy Authority Suriname Law was het thema van het seminar dat vanmorgen is gehouden door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Het doel van het seminar was informatie uitwisselen met stakeholders, belanghebbenden en donoren binnen de energiesector. Dit met betrekking tot de implementatie van de Elektriciteitswet en de Wet Energieautoriteit Suriname. Het seminar bood verder mogelijkheden voor toegang tot financiële fondsen voor energiegerelateerde projecten van donororganisaties en instituten. Volgens NH-minister Regilio Dotson is het de eerste keer dat de overheid een stap terug doet en de business community de gelegenheid geeft om te participeren in het kader van de energievoorzieningen. We hebben een nieuwe energiewet dat heel veel voeten in de aarde gekost heeft. En wat wij beogen is dat wij in samenwerking met de business community vooruitgang brengen, accessibility brengen en natuurlijk de opportunities die er zijn aanvullen om ervoor te zorgen dat de energievoorziening gegarandeerd is, dat we dat oppakken. Het is een hele moeilijke taak geweest om te komen tot deze dag, maar we zijn blij dat het er is. En wat ik van u vraag, is dat wij open met elkaar gaan discussiëren. Alle stakeholders zijn hier vertegenwoordigd en dat wij er naartoe werken, dat we met werkbare oplossingen komen, zodat wij verder kunnen gaan. Volgens de nieuwe energiewet is het mogelijk dat hernieuwbare energie instroomt in de huidige energiemix die Suriname heeft, zegt Dotson. Daarnaast is het ook zo dat huishoudens zichzelf kunnen voorzien en excessen kunnen salderen aan het net. Nou, dat betekent dat er enorme business opportunities zijn. Maar wij als overheid begrijpen ook dat bepaalde zaken geld kosten, dat er financiering moet komen en dat out of pocket en natuurlijk vanuit de staat en natuurlijk het lokale bankwezen soms niet daar genoeg equipment voor is. En in de wereld van vandaag hebben we een heleboel donororganisaties waarvan een aantal hier vertegenwoordigd zijn die de mogelijkheid bieden aan het bedrijfsleven om in te spelen op dit geheel. Tot zover Regilio Dotson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, vanmorgen tijdens het energieseminar dat gehouden is in het Lalaroek-gebouw.